Tafel staan Hans Teunissen van Teunissen Ruimtelijke Projecten. Zeg ik dat goed, Hans? Ja, precies. Precies zo. Precies zo. Nou goed, hoeven we daar niet over te discussiëren. Kun je uitleggen wat doet Teunissen Ruimtelijke Projecten? Wat doen jullie? Ik ondersteun iedere partij die gebruik ontwikkelt of realiseert en beheert van gebouwen of gebieden. Dus alles wat met gebouwen en gebieden te maken heeft, daar moeten ze voor bij jou zijn. Zeg ik jou of moet ik zeggen jullie? Jou, want ik ben een zelfstandige zonder personeel. Aan welke projecten ben je of werk je op dit moment? Op dit moment werk ik heel concreet aan de herontwikkeling van de locatie Het Podium in Venra in de Kruisstraat, het voormalige jongerencentrum. Nou, dat gaat sommige mensen niet snel genoeg volgens mij. Nee, dat klopt. Ik ben er zelf ook al meer dan 2 jaar mee bezig. Dus, maar het ziet er nu uit dat we in een eindstadium komen. We zijn nu nog met de gemeente in onderhandeling over de aankoop van de grond. Dat is dus een concreet project. Een ander project is... Maar even voor de omwonenden, wanneer wordt de rommel opgeruimd? Nou ja, dat ligt aan de gemeente. Ik denk dat die aan zet zijn om te gaan slopen. Okay. Tenminste, als wij het gesloopt of ongesloopt moeten gaan kopen, dan gaan we pas slopen op het moment dat we een bouwvergunning hebben. En dat kan nog wel even duren. Okay. Ben je nog met meer dingen bezig? Ja, we hebben een gebiedsvisie gemaakt voor het vlakwatergebied, met name de noordkant, waar meer recreatie en toerisme moet komen als het ware. En ik heb samen met Paul Fransen een plan gemaakt voor de herontwikkeling van de voormalige pertstal tot een pannenkoekhuis. En hoe concreet gaat dat worden? Daar zitten we ook in de afrondende fase. Dat zo gauw als Uterp eruit is, dan is het de bedoeling dat wij gaan beginnen met de verbouw. En dat we in de voorjaar, CQ zomer van 2014, open kunnen. Okay, dat is eigenlijk al heel, heel erg snel. Ja, dat is in principe heel snel, ja. Kun je eens even beschrijven hoe dat daar eruit komt te zien dan? Nou, eigenlijk is het zo dat zeg maar rondom de pertstal, er wordt dan een pannenkoekhuis. Dat moet zeg maar het horecahart worden van het gebied. En de mensen, opa's, oma's, vaders, moeders met kinderen die nu in de speeltuin het speelvlak gaan, kunnen dan voor hun sanitaire voorzieningen, maar ook voor een kopje koffie en een pannenkoek, dan gebruik maken van het pannenkoekhuis. Verder willen we daar samen met wat andere organisaties nog wat nieuwe speeltoestellen in aanbrengen. We zijn aan het kijken voor een klein openluchttheatertje waarin in ieder geval niet versterkte activiteiten gaan plaatsvinden. Dus we willen het gebied gewoon aantrekkelijk maken voor jong en oud. Met name voor diegenen die echt qua ontspanning en qua recreatie in dat gebied een plek weten te vinden, zeg maar. Misschien ook nog iets educatiefs erbij? Ja, het is ook de bedoeling dat er een zogenaamde milieu-educatiecentrum komt, waarin we in ieder geval wat gaan vertellen over welke planten, bomen en diersoorten in het gebied aanwezig zijn. En dat willen wij op een hele spontane, educatieve manier met rondleidingen en ook in het gebied zelf met wandeltochten willen we dat uit gaan beelden. En er zijn zelfs ideeën om zeg maar gebaseerd op het oude speeltuin vlakwater die er vroeger was, om de glijbaan in ere te herstellen. Maar ja, dat is misschien fase 4 of 5. Maar... Laten we eerst maar eens even het voorjaar afwachten. Andere vraag. Afgelopen weekend stond jij ook op het woon-event. Dat werd hier georganiseerd in de Schouwburg in Venray. Heb jij daar nog een bepaalde tendens waargenomen? Nou ja, een tendens. Ik heb het gevoel, maar dat is niet meer als een gevoel, dat er toch wel sprake is van een omslag. Mensen zijn in ieder geval positiever. Het kijken wordt meer omgezet in het ook echt kopen. Dat hoor ik ook van makelaars. Dus ik heb het idee dat, en landelijk wordt dat beeld een beetje bevestigd, ik heb het idee dat, ja, dat we heel langzaam als het ware qua huizenmarkt uit de crisis aan het komen zijn. Okay. Want hoe ziet de toekomst er hier in Venray uit op het gebied van vastgoed, wonen, bouwen, het hele pakket?
Nou ja, ik denk dat wij in Venray in ieder geval een mooie opgave hebben om te zorgen dat er voldoende starterswoningen gebouwd worden. Maar een andere opgave is in ieder geval het hergebruik van bestaande gebouwen. Dat is denk ik wel de opgave voor de toekomst. Maar het bouwen van nieuwe starterswoningen, zijn er genoeg mensen die hier willen wonen in de toekomst? Gezien de vergrijzing, zeg maar? Nou ja, natuurlijk. De ontgroening en de vergrijzing speelt ook mee. Maar dat is nu, zeg maar, de laatste 5 jaar... Er is een hele generatie jeugd ontstaan die zeg maar, nog niet in aanmerking zijn gekomen voor starterswoningen. En die komt volgens mij straks allemaal in de mogelijkheid om hypotheken te krijgen. Tenminste, dat is de bedoeling. Ja, en die willen dan toch een woning gaan kopen of gaan huren. En ja, er zullen er van een aantal zullen er bestaande woningen zijn. Maar voor een grote groep zal er ook nieuw gebouwd moeten worden. En daar heb je vertrouwen in? Ik ben er in ieder geval optimistisch over. Het zal nooit meer worden zoals van voor 2008. Dat zou denk ik ook niet goed zijn. Maar dat wij ook nieuwbouw moeten gaan plegen, daar ben ik wel van overtuigd, ja. Even een andere vraag. Jij bent ook lid van de projectgroep Venray Bloeit. Bloeit Venray? Ja. Wij zijn sinds, Peter Derks en ik hebben sinds 1 september de opdracht gekregen om Venray Bloeit, zeg maar, te gaan trekken. En als ik zie wat er in die maandtijd al aan initiatieven en projecten zijn binnengekomen, kleinschalig, wat groter, maar is wel duidelijk. Heb je daar ook al iets concreets van? Waar moeten we dan aan denken? Nou, wandeltochten, wandelroutes. Wat in ieder geval aan de orde is, dat je verbindingen legt met tussen, zeg maar, horeca, ondernemers. Leegstand is een heel belangrijk gegeven. Er zijn mensen die willen winkelruimte tijdelijk in gaan vullen met kunst en cultuur. Ja, het is allemaal heel dynamisch en het moet nog, zeg maar, als het ware organisch gaan groeien. Maar de initiatieven zijn er en ik denk dat het nu gewoon slim verbinden is en zorgen dat die projecten gerealiseerd gaan worden. Okay. En dan zullen er van de 10 projecten misschien 8 gerealiseerd worden en een aantal vallen af. Maar dat is al winst ten opzichte van een jaar terug, zeg maar. Volgens mij ziet dat er rooskleurig uit voor Venray. Ben je het met me eens? Ja, Venray gaat ook in de winter volop bloeien. Ja. Goed, mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek, Hans.